is mijn laatste jaar als speelster zelf. Dus naar de toekomst toe ben ik blij dat ik op dit moment een beetje zekerheid heb als coach. Dat ik het verhaal hier op de topsportschool kan verder zetten. En van daaruit is de bedoeling dat ik ook verder ga groeien als coach. Een beetje wat ik als speelsterjaar gedaan heb, is nu als coach mij te ontwikkelen en verder te groeien. En ja, zien wat ik daarin kan bereiken. Voilà, goed Chelsea. Als het niet kan, hou je balbezit. Speel terug onder. Voilà. Als ik moet kiezen tussen opstaan en zelf gaan trainen of opstaan en training geven, het is altijd weer leuk, maar dan kies ik toch voor zelf te gaan trainen ook. Ja. Blauw, Fiederotte, jij bent het meest centraal dat je hier overtal maakt. Ik heb vanmorgen net training gegeven op de topsportschool in Leuven, waar de meisjes samen zitten in de Women's Football Academy. Met die Women's Football Academy proberen we meisjes eigenlijk dezelfde kans te geven als jongens op die leeftijd. Er zitten meisjes van U14 tot U18 eigenlijk hier op school. We hebben een heel uitgebreide staf met physical coaches, met voedingsdiëtisten, met mental coaches. Om hun eigenlijk op alle vlakken een ideale begeleiding te geven, om hun de kans te geven om te ontwikkelen en door te groeien. Oké. De switch van zelf spelen en training geven gaat vrij gemakkelijk op dagelijkse basis. En ik heb ook gemerkt in de laatste jaren dat dat op twee fronten wel een voordeel geeft. Dat je als speelster soms ook meer nadenkt als coach dan ik vroeger deed. Waar je een iets ruimere kijk geeft op bepaalde zaken. Maar ook andersom, als coach probeer ik ook soms nog te denken in de situatie van speelster. En het toch misschien net op een andere manier aan te pakken dan dat je anders zou doen. Voor de rest van de dag blijf ik nog een stuk op school. Ik ben nog overleg met de trainers, maar ook met de topsportcoördinator van de school. En dan is er nog een namiddagtraining met de speelster ook. Het is zo dat als je in België speelt, dat je het eigenlijk nog moet combineren met studies of werk. En een paar jaar geleden heb ik deze kans gekregen. En dan was dat voor mij naar later toe en al een transitiefase. En een mooie kans, een mooie opportuniteit om dat aan te gaan. Om al een beetje in het werkveld te stappen en te kijken waar ik naartoe wil groeien als coach ook. Dus tot op vandaag ben ik heel blij met die keuze. Dag schat. Kijk, een dikke knuffel. Wie heb ik bij? Wie heb ik bij? Ja. Wie is daar mee? Ik denk dat de combinatie veel planning vraagt. Ik moet eerlijk toegeven, het eerste jaar dat ik begon als coach, was echt te werken, was een zeer moeilijke uitdaging. En hij heeft wel wat tijd gevraagd om dat allemaal in zijn plooi te laten vallen. Maar ik denk dat ik nu op een punt ben dat die combinatie goed loopt. Zowel in de club als thuis, als hier op school, de training geven. Maar het is wel veel vanuit planning en veel structureren om alles in goede baan te leiden. Ja. Is dat goed? Ik vind het heerlijk om mama te zijn. Het is echt een verrijking in ons leven. En het plaatst sommige dingen ook wel in perspectief. En zeker op voetbalgebied blijft de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar je merkt ook wel dat er veel meer andere dingen zijn. En dat is ook wel fijn om te merken. Niet alleen kinderen krijgen, maar ook andere zaken in je leven. Niet alleen, maar ook in je relatie. Zet je soms on hold of stel je soms uit. Ik merk dat ook met andere speelsters die beslissingen moeten gaan maken, naar het buitenland gaan of niet. Dat ook wel impact heeft op je privéleven. En dat je eigenlijk daarin ook geluk moet hebben met een partner die je altijd steunt en daarin meedenkt naar het verhaal. Maar het is wel zo dat er op verschillende vlakken opofferingen gebeuren of dingen moeten uitstellen. Maar ik denk ook daar, als je daar goed over communiceert en goede afspraken maakt, dat wel kan lukken en dat je dan inderdaad misschien met een beetje vertraging uiteindelijk wel komt waar je wilt.